Dat is fucking grappig, hè. Je weet... In het de seizoens... Iedereen gaat dicht, ja. Hé? Huh? Hallo? Help? Oké, dit is redelijk eng. Hey, de lucht gaat terug naar beneden, zo gezegd. Terug naar boven. Oh ja. Maar we kunnen niet door. Je gaat toch niet zeggen dat die... Je zit het spook als een pest. Je gaat toch niet zeggen dat de attractie niet werkt. Maar wat moeten we doen? We kunnen noem wel... de attractie. Niet... We kunnen wel niet warpen, hè. We zitten vast. Yo, mensen van YouTubers, en welkom in Europa Park. Inderdaad! Vandaag zijn we dus op de Minecraft server Europa Park. Die ik al heel lang heb, maar ik kon er nooit op. Dus, En het is hier een Franse server, Daniel. Ja, dat wel. Dus, en ik versta geen zak Frans. Dus. En zoals bekend is Europa Park een gigantisch pretpark. En er is een menu. Maar we kunnen die niet gebruiken. Je kunt wel een GPS gebruiken. Ja. Dus we... Maar ja, jij weet alles aan, dus eigenlijk is dat niet nodig. Er zijn ook nog veel dingen in bouw hier. Want vroeger toen ik hier kwam, dan was alles afgesloten. Dat komt misschien omdat ze in bouw waren met die modeltrein en zo. Maar ja, we gaan wel wandelen. We zullen wat moeten knippen, want niemand wil zien dat we zoveel wandelen en zo. Want dat duurt hier... Dat duurt uren om ergens te geraken. Ja, niet overdrijven, denk ik dan. Dat moet hier, ons hier overkomen, in Europa Park, godnonde. Wacht, voordat je... Ik ga skippen, wil ik eerst iets zeggen. Maar mensen, omdat ik het een goed systeem van de mensen straffen, elke keer als hij iets mij beledigt, ga ik dat opnieuw invoeren met muziek laat af te spelen. Dus Jens, niet meer mij beledigen. Dat was een boodschap, en nu gaan we naar de eerste attractie, Jens. Boeit mij niks, jongen. Boeit mij niks. Oké. Maar we gaan nu naar de eerste attractie, mensen, en kijk dat verhaal, jongen. Dat is echt nice. Ja, ik heb mijn audio nog niet aan, dat ga ik even doen. Nu hoor de muziek. Oké, we gaan maar door. Er zijn een aantal attracties die al te open zijn. Hier hebben we Snorri Touren, dat is de nieuwe attractie hier. Maar die zal nog niet open zijn. Hier hebben we tassencontrole, die worden ook echt tegengehouden. Ik ben de andere. Dat is nice gemaakt, we worden echt gecontroleerd. Hoor. Waarom zit je binnen en je hebt bommen bij? Nee, maar ik heb die omgekocht. Je hebt ook Rulantica. Het zwembad uiteraard. Ja, open kan dat hier ook gemaakt worden. Ja, er is een warp naar. Nou, die werkt natuurlijk niet. Spijt dat ze geen echte warp hebben hier. En je ziet, Jens en Arthur altijd hetzelfde. Ik weet niet waarom hij dat veranderd heeft, maar ja. Wat? Je hebt zijn naam veranderd, ik weet niet waarom. Daar hebben we het al eens een keer over gehad, ja. Nou, welkom in... Dat is al fout, joh. Jij blijft van mijn kant af. We zijn er in de Main Street. En daar is het Voletarium, maar die is dicht. Zo, er is hier ook veel met details gedaan. Dus ik versta wel dat ze heel lang... Ja... Alles afgesloten hebben, want dit is niet direct gefixt allemaal. Allemaal gedetailleerd, gelijk als in dicht. En zo te zien is dat hier al 5 jaar. Uit park. Oh, wat is hier? Hoe ver is van Jens? Wat is hier veel te groot, jongen? Moet je hier te voet gaan, jongen. Ja, het is ook zo groot, dus in het moet je ook zo wel stappen. Ja.
Zijn hier in Italië mensen, hier is normaal een attractie open. De Volo da Vinci. Ja, ja, niet te rap met die ringworst alsjeblieft. Ja, waar? Je staat weer stil. The park is created by Fast Enterprise. Oh, dat zijn ook van die modeltreinen, nice. Wat? Ja, daar komt ie. Oh boy, that is nice. Echt zo goed nagemaakt. Fuck, ik zit er niet in. Oh jawel, ik zit erin, achter u, achter de dikke klote. Dit zijn... Gaat de trein stil? Ja. Ze kunnen nog veranderen van plots. Nee, dat lukt niet. Dit zijn een echt ja, hangende gondels en je moet trappen, je ziet ook pedalen eronder. Oh man, dat is, die medewerkers zijn wel nice gedaan. Die controleren ook echt of je vast zit. Hopelijk kan dat hier ook trappen, zou mooi zijn. Ja, je moet trappen! Ja, in echt moet hier trappen, ja. Je ziet die pedalen toch? Ja, 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 ik had nu pas door. Vertrekken we nog? Ja. Ja, het geld is automatisch. Helaas. Nee, ik heb op buiten naar voren gedrukt. Wacht, dat is los. Ja, ik heb niks ingedrukt. Ja. Druk het op buiten naar voren. Druk eens op zet. Allee, wat bij u vooruitlopen is. Oh, wij gaan niet. Ja, helaas mensen, dat gaat hier volautomatisch. Ja, anders kon je aan stilstaan op de baan, dat mag ook niet, hè. In het echt wou ik deze attractie wel doen. Ik heb wel eens gedaan in het echt, denk ik, maar je stond altijd zo lang een wachtrij bij die attractie. Ja, eigenlijk is het maar saai, hè. Ja, hier gaan alle leeftijden in, hè. En is het, hoort je de audio? Ja, ik heb hem heel zacht gezet, maar... Ja, zeg, de mensen moeten wel een beetje audio horen met die ringwijst. Is er in Italië veel te doen, of niet? Ik hoor helemaal geen muziek. Italië is het oudste gebied van het park ook, hè, dus nee, het heeft niet veel. Het enige wat je nog is het spookhuis. En, ja, dat ook doen, Jens. En een kleine dark ride, Piccolo Mondo. En dan gaan we meteen naar Frankrijk. Want daar zijn ook alle attracties open. Dus we gaan dat doen in deze video. Italië en Frankrijk. We zijn hier gisteren al eens doorgelopen door het park. En hebben gezien, Oostenrijk is dicht. Ja, daar staat nog helemaal niks. Je kunt daar zelfs niet doorlopen. Atlantica Supersplash is dicht, Wodan is dicht. Ik denk ook wel dat dat de reden is dat we nog niet kunnen warpen. Want alle attracties staan al in dat menu. Er zijn veel nog niet open, dus ik denk dat dat de reden is. Ook de Bobbaan. Wel straf dat er geen muziek is, mensen. Kut. Spijtig, ze kunnen nog geen datum geven zitten. Is. Dus bijvoorbeeld ook nog een monorail, maar die was ook niet open, denk ik. En ook een stoomtrein. Oh, kijk dat, hè.
Die truintjes daar beneden. Oh, dat is een lange attractie. Zie je dat, die truintjes? Wacht, waar? Daar beneden. Links? Ja, hier beneden. Ah, daar, daar! Ja, ja! Werkt het al? Ja, precies. Ja, als jij de ingang weet, gaan we dat eens doen, hè. Dat is ook in Italië, hè. Volgens mij gaat alles hier automatisch werken. Ik denk niet dat... Ja, dat is het makkelijkste. Ik denk niet dat je medewerkers nodig hebt. Ja, dat is zo. Dat is goed. Dat is goed voor Bordeaux, hè. Ja, Europa Park heeft heel veel attracties, mensen. Heel veel. Dus er zijn heel veel attracties die ik nog nooit heb gezien in het echt. Ik doe alleen maar de attracties die ik graag wil doen. Dat is dus Danny. Mensen! Als deze video online staat, hebben we 500 abonnees bereikt. Daarvoor even een song! Jawel mensen, de 500 abonnees zijn bereikt in deze video. Dus allemaal dank aan Fast Enterprise en EagleTubers. Ja. En straks zijn we juist gedaald in plaats van gestegen. Nee. Ik weet dit niet zomaar. We hebben het bereikt, jongens. Als we al die attracties gaan doen... We doen gewoon wat we tegenkomen en wat werkt. Dat doen we gewoon. Want anders zitten we gewoon... Ja, maar eerst doen we deze twee gebieden, hè. Ja, tenzij het te lang duurt allemaal. Want we willen geen video van een half uur maken. Ja, we zijn natuurlijk wel van plan om het hele pretpark, van alles een video te maken van alle attracties. Dan komen we uiteindelijk waarschijnlijk aan de 30 video's of zo. Ja, dan komen we nog wel eens terug. Dat er hier meer is geopend. Ja, maar al die video's, alle attracties die er nu open zijn, daar maken we nu allemaal een video van korte tijd. Het enige wat jammer is... Dat die boomstamattractie nog niet geopend, dat vind ik al jammer. Ja, Atlantica is niet open. Griekenland, dat weet ik niet. Want daar staat altijd bij alles gesloten en zo, en daar kunnen we wel al naartoe, denk ik. Bah, ja, ik heb het menu nog niet eens bekeken. Dus ik denk niet dat alles hier automatisch werkt. Ja, we hebben het. Een paar gebieden die nog niet open zijn, helaas, maar de meeste zijn al open. Spanje is nog niet open, helaas, denk ik. Maar Spanje heeft ook niks leuks. Deze attracties weet ik in het echt niet liggen. Wacht, is dit de ingang? Ja. Miljaar. Ja. We zitten erin, mensen. Europa Park heeft zoveel attracties. Oh, mensen, de 500 abonnees zijn bereikt. Jee, boy. Daarvoor gaan we nog eens een muziekje opzetten trouwens. Oh, dat niet. Dat is een gay leukie. Dat is ook. Sukkel accent. Maar, hoe dan ook mensen, welkom. We hebben 500 abonnees bereikt. Kijk, maar ik ben al twee keer naar Europa Park geweest in Dicht. En dat was in de zomer, dus dat was heel druk natuurlijk. Voor 3 dagen. In 3 dagen tijd kon ik alles doen wat ik wou doen, maar stel nu, je doet echt alle attracties die daar hier in het park staan en het is rustig, dus overal 0 minuten, dan zit je zelfs op één dag niet klaar. Ja! Nee. Hoe kan dat, hè? Het is hier zo groot. Hoeveel rides zijn er? Meer dan 100. What the fuck? Maar gelukkig, mensen, zijn de toppers al open. Allee, WoW dan nu niet. En Euro meer denk ik ook niet. Maar Euro staat wel. En Blue Fire en Silver Star. Allee, mensen, eigenlijk... Blue Fire, Silver Star en WoW dan, dat zijn echt de toppers van het park. Dan komt Euro meer en Euro staat, dat zijn de iets mindere. Maar dat zijn ook nog goede banen. Maar dat zijn geen... Je had gisteren reclame liggen maken voor een ander park. Ik had gewoon. Ik vind ze hier beter dan Sprookjeskrachten. Ik vind dat niet te geloven, hè, dat gedrag.
Deze achtbanen die gaan heel rap, even rap als in tucht. Wat een schijnattractie, gast. Is dat normaal op rails of waar is dat dan? Ja, op rails. Ja, wat is dit dan? Rij je over de grond? Europa Park is ook een familiepark, mensen. Dus er staan hier attracties voor groot en klein. Iedereen komt hier naartoe. En vooral naar het zwembad, want dat is niet normaal. Er kan 70 minuten staan voor één fucking glijbaan. Het is er zo druk dat looping zelfs een wachttijd van Rulantica heeft. Normaal hebben zwembaden geen wachttijden. Man, dat duurt hier lang. Kijk, je kunt de mensen niet uitschelden zonder dat ze duiden, want ze zijn Frans. Ja, natuurlijk. Ja. Je kan niet schrijven staf, want dat, kunnen, dat verstaan ze wel natuurlijk. Oh! Ja, dat is een bezoeker, dus ja. Oké, okay, we zijn eindelijk aan het einde gekomen. Nou ga ik mijn audio terug aanzetten, man. Zijn je audio niet op? Ja, ik had die uitgezet om terug op te zetten, want die volle Da Vinci hoorde nu niks. Maar in een trein kan ik dat niet inschakelen. Ja, we zitten nu in het themagebied Duitsland nog. Dit is van Duitsland. Daar heeft ook nog Elfenvaart en Voletarium. Ik kan ik naam maken voor onze server, hè? Ja, dat durft. Ik weet niet wat ze gaan doen met Voletarium, mensen, want dat is een film. Dus gaan ze dat doen gelijk als Craftanger doet bij Soren over Craftanger. Want dan vlieg je over Craftanger, dus dat is gemakkelijk te maken. Is er ook uit? Ah. Wacht, hè, waar is die uitgang? Waar is de uitgang hier, jongen? Wat, ik kan niet verder? Nee. Ik ben buiten. Oké, Jens, ik ben de volgende broer. Ik audio, jong. Godverdomme, voor ik het weer vergeet. Werkt MSG niet of wat? Heb jij een brief aangekregen? Hè? Huh? Heb jij een brief van mij aangekregen? Skype? Nee, op Minecraft. Nee. Maar ja, we gaan door. Ik hoop dat die Nederlander natuurlijk reclame maken, maar ja, niet gelukt. We gaan hier gewoon even in Duitsland kijken, want dat is ook nieuw voor mij, want hier kom ik nooit. Hey, wat is dit? Iets met een bootje naar ofzo. Ja, dat is Elfenvaart. Die kunnen we ook eens even doen. Is dat een attractie? Ja. Een bootje. Maar waarom schipt hij dan? Dat is een boottocht. Waar is die ingang? Hoe noemt dat attractie? Dat kan ik eens vragen. Elfenvaart. Wacht, ik denk dat hier ergens is. Moet ik niet vragen. Nee, hij is dicht. Dan gaan we... in Italië eens kijken of er nog iets... Nee, maar hoe noemt hij? Dat kan ik het vragen. Maar die is hier, die is dicht. Jongen. Dan gaan we naar Italië. Om te beginnen is het spookhuisje. Maar... ja, die is dus ook dicht. Ah nee, nee, laat maar. Godverdomme. Dat heb je zelf gezien, mensen. Die spurten. Dat is een walkthrough, toch? Nee, dat is een spookhuis. Oh my God. Dat is een spookhuis. Ja, is dat een kar? Dat is met een voorshow in deze lift. Maar die voorshow werkt precies niet. Ofwel. We kunnen niet... Ik weet niet, als je audio hoort, zullen we het wel zien. Want we kunnen niet door. Hoe noem je de tracks hier? Oh, ja, wacht. De deur gaat dicht. Aha! Maar werkt die deur niet of zo? Is volgens mij het mis met die deur. Oh!
Ik vind dat wel leuk gedaan. Een voorshow. Phantom Manor heeft dat bijvoorbeeld ook. Dit is een lift. En zobiet gaat het plafond naar boven, waardoor het lijkt dat je naar beneden gaat. Maar in werkelijkheid blijft gewoon dezelfde etage staan. Dat is bij Phantom Manor niet. Dat is een echte lift, die gaat echt naar beneden. Oh, ah ja, ik zie het, ik zie het. En daar, zie, daar is die pop. Er komt een opgehangen... Ja, kijk, je ziet dat je blijft staan door dit. Ik zie die pop. Er komt een opgehangen persoon naar beneden, zo weet. Nee, ik zie... Het is donker. Ja, ik ken het. Ik heb het gezien. Daar is hij. Ah ja! Dat is fucking grappig, hè. Je weet... In het de seizoen... Iedereen gaat dicht, ja. Huh? Hallo? Help. Oké, dit is redelijk eng. Hey, de lucht gaat terug naar beneden, zo gezegd. Terug naar boven. Oh ja. Dus, dat klopt niet, hè. Je gaat naar beneden normaal, alleen naar beneden. Maar wat ik zei, in de seizoensfinale van Thuis 2015, toen had ja, Luc zich opgehangen. Hè. Oh ja. En ja, datzelfde jaar gingen we dus voor de eerste keer naar Europa Park en toen stonden we hier. Die gast kwam naar beneden en met mijn pa zei van, kijk daar, Luc Beumans. Maar we kunnen niet door. Je gaat toch niet zeggen dat die... Je zit het spook als een pest. Je gaat toch niet zeggen dat de attractie niet werkt. Maar wat moeten we doen? We kunnen wel niet warpen, hè. We zitten vast. Die voorshow begint opnieuw. Meine Freunde, wie schön. Dass ihr zu uns gefunden habt. Misschien eens proberen wanneer die deur dicht gaat. Misschien kunnen we dan door. Oké, nu eens proberen. Ja, nu kan het. Verkeer door! Ja, doen. Raar systeem, mensen. Wanneer hem open is, kun je er niet door. Wanneer hem dicht is, wel. Welkom in de attractie. Wacht even. Raar. Maar yo! Ja, dat is een endless chain system. Dus dat is een... Jongen, de eerste moet wel doorschuiven al, hè. Dus dat is een oneindig lange kaart. Ik ga niet naar pretparken. Zoals bijvoorbeeld het Carnaval Festival er zo een heeft. Ja, als je eerst instapt, moet je het eerst doorschuiven, jongen. Ja, ik niet. Jongen, stop mij hopen, jongens. Ik dat ook zo. Ik heb niks van pretparken. Dat moet niet, jongen. Kijk, ik kan er niks van doen. Ja, ben je eens. Oeh, dat eten! Ik vind deze nog wel een leuk spookhuis. Zeker voor zijn oude. Deze staat er al fucking lang. Deze wordt in het echt stilgelegd als er iemand moet instappen die gehandicapt is of zo. Het duurt echt lang, jongen. Zie, er zitten een paar schrik-effecten in. Dat vind ik het goede eraan. Veel spookhuis hebben wel dat niet. Die is ook wel een... Die is vernieuwd laat, een paar jaar geleden. Dat wel, maar het meeste is nog altijd zo als vroeger. Cool, ja, zo'n... Ik vind thuis een leuk spookhuis. Ja, maar ik wist niet dat het zo'n groot park was. Het is het grootste pretpark van Duitsland. En van Europa, denk ik. Maar dan moet die wel veel werk hebben bij server, hè? De familie Mac denkt een nieuw Europa Park te gaan bouwen, omdat deze te groot is geworden. In Frankrijk. Maak er een video van dan. Het is door die schrik-effecten, mensen, dat ik deze nog wel leuk vind. Maar het enige kutte is, het is een endless chain system. Dus die effecten die gaan eens in de zoveel tijd af. Dus niet iedereen krijgt die schrik-effecten te zien. Ja. Net hadden we geluk met die doodskop dan. Ja, die heb ik in tech nog nooit gezien, die doodskop. Hier komen we bij geëlektrocuteerde man, precies. Kijk, daar zit hij. Dat is echt een gruwelijk spookhuis dan. Volgens mij krijg ik... En hoort hier muziek? Ja.
gelukkig. Net al dat het kapot wordt. Wij krijgen wel al effecten te zien op Minecraft. Mijn technische is niet zo. Nee. Hier wordt er op de kar getrokken. De nieuwe frisuur blijft daarbij onverzeerd. Ja, nu precies niet. In Techt wordt er nu achter op je kar geklopt, dus dan zou je denken dat er iemand achter is. Echt? Amai. Ja, dat is zo. Die is aan het eten ervan. Ja. Het is gewoon zo'n hendel, zo tok tok tok. Creepy spookhuis, hè. Zeker voor zo'n oude spookhuis, dat is hier heel mooi. Hier wordt nog gedraaid. Die spookhuis is heel mooi. Geupdate door de jaren, hè. Heel mooi, onderhouden. Ik vind Carnaval Festival toch leuker. Dit milde me uit. Jongens, dit doe ik nooit. Carnaval Festival is fucking lelijk. Die is wel grappig. Die poppen, jongen, die zijn fucking mottig, jongen. Ja. Normaal moet deze kar wel soms stoppen, hè. Dat moet niet, hè. Als er iemand moet instappen, wel. Die stoppen niet, hè. Die blijven doorrijden, hè. Soms als er iemand oud moet inrijden, nee. Ja, als er een gehandicapte in moet, ja, dan wel, ja. Dan stop de kar even. Die zijn allemaal aan één buik, aan één ding vast. Al die karren van. Dat is één hele grote trein. Die trein is even lang als de baan. Ik heb kunnen eruit zien. Dus dan moeten ze die trein eigenlijk opbouwen in de attractie zelf. Want anders gaat het toch niet zo'n lange trein. Verlaat me echt. Ik snap niet dat ze die op de baan gezet hebben. Ik heb angst. Ja, kar per kar. Maar dit is dan niet de enigste in Europa Park. In Europa Park zijn er veel attracties met een endless chain system. Hey, die beugels werken echt, zie je dat? Ja, ik heb het gezien. Oké, waar moet ik eruit? Ik zie niks. Ja, ik ben al bij eruit gewoon. Hier is een souvenir. Ja, hoe moet dat? Hier is een souvenirshop en zo. Gewoon er naar boven lopen, of wat? Ja, het is een trap naar boven, ja. Want de Endless Chain System, dat staat bekend om Mac. En Mac is de eigenaar van Europa Park, dus... Waar zit het? Oké, we zullen het hier maar bij laten voor deze video. Tenzij Piccolo Mondo nog open is. Vrolijk omgeven. Ik mis wel die event hier. En de rug rond ziet er niet open uit. En weer in, er staat ook wat hij gewoon in pannen heeft. Ah, hier staat hij. Daar staat de vet. Je hoort die praten. Ja, dus mensen, in de volgende video gaan we verder met wat riots in dit reuzettige park. In Techt staat er ook zo'n pop en die spuugt water op u. Wacht, hier is Piccolo Mondo, mensen. Even zien of die open is. Want dat is een heel kleine dark ride. Maar, ja, waar ben je? Ik zie je niet direct een ingang. Ja, ik ben ook, ik weet niet waar je het hebt. Ah, jawel, ik zie je. Ik pas niet dat hem open is. Daar liggen ook nog rails op, dus ik denk dat die ook nog in bouw is. Bon. Dan gaan we hier stoppen en dan gaan we in de volgende video naar Frankrijk. En ja, die staat hier op het parkplan. Daar zo. Maar mensen, dit was de eerste video in Europa Park. Dus dan zeggen we tot de volgende video in Europa Park Kreft. Later! Laters!